Oké, mensen, de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is deze hier, 7.4. En het gaat over zwaartekracht en massa. En als ik het boek bekijk, dan zit er eigenlijk heel weinig informatie in. Maar ik ga jullie wat extra informatie geven, zodat die wat beter tot z'n recht komt. Je ziet hier dezelfde personen die op andere planeten zitten. Oké, dus op de aarde, stel dat deze persoon 100 kilogram zou wegen, diezelfde man plus weegschaal, gaat dan richting de maan, gaat daar dezelfde exercitie doen. Je ziet dat, jongens, hou eens even op, stoor me een beetje aan. Je ziet dat daar in ieder geval die weegschaal, die geeft een heel stuk minder aan. Overigens zou je hier zeggen van, dit zou dus 98,1 zijn. En dit zou dan 16,6 zijn. En als je in de ruimte zelf bent, ja, dan ga je alle kanten op, dan zweef je een beetje rond en dan zit je op 0,0. Dus die weegschaal, die moet je eigenlijk aan je voeten vastplakken, zodat die niet weg gaat zweven. Je bent daar... Wegzweeft. Ja, je zweeft. Gewichtloos wordt ook wel eens genoemd. Daar gaan we ook naartoe. We gaan even kijken wat dat precies is, want op aarde kun je ook gewoon gewichtloos zijn. Dat is helemaal geen probleem. Dus we gaan even kijken, ja, waarom zou dit dan, eigenlijk is dit 98,1, heeft te maken met die valversnelling die we hebben. We hebben te maken bij de maan, hebben we met 1,66 meter per seconde kwadraat en in de ruimte is er gewoon niks wat ons aantrekt, niks. Dus daardoor, de aarde trekt ons aan, daardoor die 9,81, de maan trekt ons aan, daardoor die 1,66. Dus je hebt kennelijk iets nodig wat aantrekt. En als je gewoon in de ruimte zweeft, is er niks wat je aantrekt. Dus dan is er ook geen zwaartekracht. Helemaal niks. Nou, deze les gaan we deze dingen doen. We gaan zwaartekracht, massa en kilogram. Dan gaan we ten opzichte van elkaar. Dan gaan we naar gewicht en gewichtloosheid. We gaan over drijven hebben. We gaan over als er iets gaat vallen. We laten twee objecten vallen die even groot zijn. En gaan die dan allebei even snel? We hebben het al gezien bij die kernreactor die ze helemaal leeg gepompt hadden. En die veer en die bowlingbal, die gingen dus wel samen. Maar we hebben het nu over een niet-vrije val. Er is wel lucht, dus we hebben wel wrijving. Oké, en nu gaan we dus een klein rekenvoorbeeld over die massa, volume en dergelijke. Vorige keer hadden we het dus over die weerstand. Er waren drie soorten weerstand. Namelijk die luchtweerstand, de rol- en de schuifweerstand. En hiervan wisten we dus dat deze, die luchtweerstand, is heel erg afhankelijk van hoe hard je gaat. En nou, als het regent, dan is de lucht ook wat dikker en zo, dan heb je nog meer weerstand. Maar daar hadden we het niet over gehad. Deze twee, die hebben constante waarde. Die zit gewoon in je fiets, zeg maar. Als er een weerstand in het wiel van je fiets zit en je draait, dan is die gewoon een zoveel keer draaien, is die stil. Hoe minder weerstand in het rollen, des te makkelijker die gaat. En we hebben... dit allemaal gezegd, eigenlijk zie je hier ook zo boven dat kracht, daar gebruiken we het blauwe, het woord kracht voor. Sorry, voor die weerstand, dat is eigenlijk kracht. Oké, want we willen eigenlijk, als je op de fiets zit bijvoorbeeld, ben je aan het trappen, je doet dus spierkracht, dan is dus die weerstandskracht, die zorgt ervoor dat je geremd wordt. Dat is een remmende, tegenwerkende kracht. En dan zie je dus dat als je... zeg maar deze situatie heb, als deze, die voortstuwende kracht en die weerstand, als dat even groot is, dan weet je dus dat je met constante snelheid gaat. En als die, die netto kracht, dus met andere woorden, voortstuwende kracht is groter dan je weerstand, dan ga je sneller en andersom ben je dus aan het remmen. Ja. Oké, even kijken. Je ziet hier een fotootje van een van de maanlandingen. En het is allemaal heel grappig als je zo zit te kijken van die mannetjes die zo heel grappig aan het stuiteren zijn. Ik probeer even te kijken. Dit is de knie, zeg maar. Hij gaat ongeveer even hoog. Hij springt op een afstand even groot als de knie. Dus dat zou zijn dat hij ongeveer halverwege deze tafel... Nou, dat kun je gewoon springen, hè? Maar probeer nou in te denken dat je iemand van jouw massa op je rug neemt. Die neemt nog eens een keer twee van je tassen, jouw tas en die tas zeg maar van een ander mee. En gaat dan proberen om nog een keer zo hoog te kunnen springen. Misschien dat het één keer gaat, maar ja, deze heeft het nu al 40 keer gedaan, dus die gaat gewoon door.
omdat het gif is. Maar dat pak wat die lui aan hadden, het was ongeveer iets van 128 kilogram. Nou, gemiddelde getrainde man, 85, misschien 80 kilo. Dus alles samen, 213 kilo. Dus 213 kilo om zo hoog nog te blijven springen. En dat nog even een paar uren vol te houden, want die lui die wandelden natuurlijk over de maan. Daar is iets heel geks aan de hand. En dat is eigenlijk dat hele verhaal. Dat als je dit zou doen op de aarde, dan kom je met deze formule. FZ, de zwaartekracht op de aarde, is de massa keer dus die 9,81. En dan kom je op 2 kilonewton. Kom je uit. Oké, op de maan krijg je een zwaartekracht van 0,3 kilonewton. Daar zit een best verschil in. Factor 6. En dan komt natuurlijk op de maan heb je 1,66 en die andere 9,81. Daar zit een verschil van 6 in. Maar waarom? Waarom? Oké, dan gaan we nog eens eventjes die diepte. De maan is kleiner. De maan is kleiner. Ik ga zo meteen een formule laten zien waaruit je het heel duidelijk ziet waarom dat is. Een van de dingen die je trouwens ook door moet hebben als je zeg maar, op de weegschaal gaat staan, is dat niet een ding wat zeg maar meet uit hoeveel spul je bestaat. Het is een ding wat meet hoeveel zwaartekracht er is. Het is een krachtmeter. En als je gaat kijken naar zeg maar die kilogrammen, dat vertelt je eigenlijk hoeveel massa er is. Het is niet zo dat die astronaut zeg maar op de aarde zeg maar twee armen, twee benen, een hoofd en een lijf heeft. En dan ineens naar de maan gaat en dan heel veel spul mist. Hij is nog steeds helemaal intact. Het is gewoon dat de kracht waarmee die wordt aangetrokken door de maan wordt kleiner. Nou, massa zeggen we gewoon, ja, het is heel raar iets. Massa is heel onbegrijpelijk, maar het is gewoon een hoeveelheid materie. Dus als ik een zak met M&M's heb, dan heb ik die M&M's, die heb ik op aarde, die M&M's. De evenveel M&M's heb ik nog steeds op de maan, of waar dan ook. En we proberen dus de hoeveelheid van die materie, proberen we dus vast te leggen in kilogram. En hoe je dat dan moet meten, dat is het grote raadsel. We hoeven ons niet druk over te maken, want in een opgave krijg je van mij, zeg maar een ding heeft zoveel kilogram, of je krijgt andere dingen en dan reken je voor mij het aantal kilogram uit. Oké, massa beschrijft de hoeveelheid materie in kilogram. En hier zien we iets. Deze formule die je hier ziet, die vertelt eigenlijk hoe het zit op een planeet. Waar dan ook? Planeet X, voor mijn part. Dan zie je iets, dat is FG. En verrek, dat lijkt wel heel erg veel. Die FG die lijkt wel heel erg op de FZ. Want die FZ is M keer G. En hier heb ik ook M keer iets. En als ik op de aarde ben en ik ga al deze dingen ga ik zo invullen. Ik zie hier de massa van de aarde. Ik zie hier, zeg maar, de straal van de aarde. Dus als ik een gat graaf van hier helemaal tot aan het midden van de aarde, die afstand, die staat hierin. En als ik dit zo uitreken, die G is trouwens een constante, die staat in dyna 7. Als ik dit zo uitreken, dan kom ik uit voor de aarde in Nederland 9,81. Als ik dat doe voor de maan, dan kom ik op 1,66. Als ik dat doe voor de aarde, maar dan ga ik vanaf de Noordpool ga ik zo naar het midden, dan krijg ik ook een andere waarde. Dan krijg ik waarschijnlijk iets wat iets hoger ligt dan de 9,81. Waarom? Omdat die afstand, die aarde is niet een mooie bol, cirkelbol, maar hij is een beetje platter. Net alsof je iemand een sinaasappel heeft die zo een beetje elkaar drukt. Dat is korter. Dus daardoor gaat dus die kracht die gaat dus groter worden. Want deze wordt dan helemaal groter. Oké, dus zo werkt dat. Gewicht en gewichtloosheid. Wat je hier ziet is een oma die zeg maar een sprong zo achter zijn voren gaat maken. En op het ogenblik dat ze zo staat, stil, zo, heeft ze dus een gewicht op de plank. Op het ogenblik dat ze zo naar beneden gaat, neemt haar gewicht toe. Kan niet, want ze is nog steeds met twee armen, twee benen dergelijk. Nee, dat komt omdat gewicht definiëren we op een andere manier. Gewicht is niet hetzelfde als zwaartekracht. Oké, laten we even kijken. Gewicht is niks anders dan de kracht die je zeg maar op een ander object uitoefent, zeg maar als gevolg van die zwaartekracht. Dus als ik op een plank sta, dan druk ik op die ondergrond. Weliswaar, de kracht is even groot, zwaartekracht.
Maar als ik me zo probeer af te zetten, ik ga zo naar beneden, komt mijn versnelling naar beneden, gaat ook nog als kracht, hè? F is mkra van die Newton. Die gaat ook nog eens een keer meewerken, dus dan heb ik een groter gewicht. Net alsof je in een lift gaat staan en die lift die gaat zo omhoog zo, dan druk je zeg maar zo naar beneden met je zwaartekracht. Dan druk je op de vloer van die lift, dus je gewicht drukt op die vloer van de lift. Maar als je een weegschaal zou hebben en zeg maar, die lift die zou omhoog gaan, zou je zien dat ineens dat ding wat die weegschaal aangeeft omhoog gaat. Als je naar beneden gaat, zie je dat die lift die gaat even naar beneden en dat wordt dan net eventjes, even heel kort, wordt dat minder. Nou, dus dit is trouwens ook gewicht. Dat aapje, dat hangt met zijn eigen gewicht, of met zijn eigen zwaartekracht zo, aan het staart. Dus het andere object is in dit geval, zeg maar, zijn moeder, het moederaapje, krijgt dus het volle gewicht van het aapje aan de staart te hangen. Ik weet niet of, of ze dat echt heel naar vindt. En deze hier, die zie je vaak in films, dat je echt in een lift zit en dan valt die lift zo naar beneden en dan ga je zo zweven. Dat is helemaal niet waar, want je blijft gewoon op die onderkant blijft je staan. Die lift die valt met die valversnelling van 9,81 en jij valt ook met die 9,81. Dus je blijft gewoon netto op die bodem totdat die zo neervalt en dan ben je de Sjaak natuurlijk. Gelukkig zitten er wel goede remmen in. We gaan het hebben over massa, volume, dichtheid en drijven. Okay. Je ziet hier ergens, ik neem aan dat het ergens dat dit zo'n zeehondje is, die zie je dus zwemmen, hier zo, vlakbij een watertje waar dus een golfbaan is. Die lui die slaan een golfbal, die rolt dan zo in het water en hier beneden zit het helemaal vol met golfballen. Die golfballen, die zinken dus kennelijk. Oké, maar deze kom ik ook tegen. Als je naar het oortjespad gaat, misschien weet je waar het is. Maar er zit een pitch en put. En dat is een golfbaantje, van die hele kleine golfbaantjes. En heel veel water. En die lui willen niet dat die balletjes zeg maar verdwijnen. Dus ze hebben de zogenaamde floaters. Dus die golfballetjes die drijven. Hé, hey, wat is dit? Zinkers en drijvers. Ze hebben allemaal dezelfde maat, dezelfde diameter, dus ze nemen hetzelfde volume in. Oké, hier komt er wel eentje, die moet je wel eventjes zangen. Deze ken je, hè? Dus het volume van een bol. 4 derde pi r tot de derde. En je kunt hem herkennen. Je kunt herkennen dat dit een volumemaat is, want r tot de derde geeft me meter tot de derde, kubieke meter. Er zijn drie van die formules. Er is er eentje voor de omtrek, er is er eentje voor het oppervlak, er is er eentje voor het volume. Wat is het? Pd hebben we. Pd of 2πf geeft me zeg maar een omtrek natuurlijk. Daar komt meter uit. Je hebt er eentje met vierkante meter. Dat is die πr kwadraat. En deze, die geven volume. Ze zijn allemaal even groot. Maar waarom drijft de ene en waarom zinkt de andere? Er zit lucht in de ene. Het heeft te maken met de dichtheid. Ja. De dichtheid is wat zwaarder dan de andere. Ja, de dichtheid is groter. Groter, ja. Ja, ja het is een beetje de woordkeuze, maar... Ja, in de ene zit het zeg maar een beetje meer lucht dan de andere. Ja, dus de ene, eigenlijk zit er meer massa. Ja. Eigenlijk wat je zegt is, er zit meer massa in die ene ten opzichte van het volume wat die heeft. En je ziet bij deze, ze zitten dus met water. Ik heb een zinkbal, ik heb een drijfbal. En volume, of tenminste volume is natuurlijk hetzelfde. Maar je ziet dus dat de dichtheid van dat water, die gekke P, die is de rho van de dichtheid van het water, ik heb hem precies verkeerd omgezet, sorry. De dichtheid van die zinkbal is groter, dus dit moet die kant op zijn, die is groter en die valt als water en zo'n zinkbal, als die met elkaar gaat concurreren voor diezelfde plek, gaat die ene met de grootste massa gaat onder. Dus ik heb hem precies verkeerd neergezet. Ik ga hem direct. De dichtheid van het ijs is. Weet deze is precies andersom. Dat is standaard. Twee keer zo groot. Oké, de zinkbal heeft dus een grotere dichtheid, daardoor komt hij ook onder te liggen, daardoor zinkt hij dus ook. En het water gaat er overheen vloeien, die blijft daarboven. En als ik een bal heb ten opzichte van het water, heeft hij nog kleinere dichtheid, dan gaat hij
Die drijfbal die gaat daarboven blijven. Ja. Dit is een kleinere. Dit is de formule van dichtheid, jullie wel bekend. Rho. Sanne. Massa gemeten. Dus rho is niks anders dan een aantal kilogrammen per kubieke meter. Soms zie je ook wel iets met liters of zoiets staan. En eigenlijk is dit, als ik twee objecten heb, en die twee objecten die gaan dus een beetje zoeken, een beetje strijden met elkaar om een plek dichterbij het middelpunt van de aarde. Zal die ene met de grootste dichtheid, omdat er een grotere zwaartekracht in zit, die zal die plek innemen, die andere die gaat daarboven zitten. Ja? Wel had dat ook iets te maken met elektriciteit? Nee, maar misschien kunnen we straks uitleggen hoe je daarbij doet. Ik vind het wel interessant hoe je daarbij komt. Maar misschien dat er andere is. Misschien een andere beredenering. Ja. Dus die kleinste die verliest het en die blijft boven. En dit is ook de manier waarop je zeg maar, dit soort dingen kunt maken. Niet alleen zeg maar, dat je bij een cocktail zeg maar, allemaal van die kleurtjes kunt krijgen. Okay. Jongens, houd het op. Je kunt er ook allerlei dingetjes in doen. En dat vind ik, persoonlijk vind ik dat altijd wel magisch. Dat er zeg maar, hier die cherry of die kersttomaat, die blijft dan tussenin zweven. En dit is de dish soap, gewoon een beetje dref, ja. Een beetje melk. Dit is, die kun je over je pannenkoeken doen. Pannenkoek. Pannenkoek. Honing en stroop en lampolie. Ik zou niet drinken als ik jou was. Gasoline. We gaan deze nog eventjes over die dichtheid en het vallen. En misschien herken je hem nog, dit waren die veren en die bowlingbal die samen naar beneden vielen. We hadden geen lucht hadden we erin zitten. Dus niet te vrij val, nog een keertje gestrest. We gaan twee even grote ballen, of knikkers als je het wil. Eentje van glas, eentje van staal. En ik heb hier de dichtheid van die glazen en die rode is dan de dichtheid van het ding van staal. Die twee ballen die gaan zo meteen naar beneden. Vallen. Ik teken ook de krachten erbij. En normaal gesproken als ik twee dingen laat vallen zo, twee balletjes, dan komen ze tegelijkertijd zo aan. Je hoort zo klak allebei tegelijk. Maar er zit eigenlijk wel een beetje vertekening in. Want als mijn toren waar ik hem vanaf laat vallen, als hij maar hoog genoeg is, dan zou ineens de uitkomst anders kunnen zijn. Dus dit is wat er gebeurt. Normaal gesproken, ik heb hier de zwaartekracht van dat glas en de zwaartekracht van het staal heb ik getekend. Deze is nog drie keer zo groot. Iets meer dan drie keer. Situatie 1. Ik laat ze zo los. De zwaartekracht hier en de zwaartekracht daar. Er is geen weerstand in het begin. Waarom niet? Ja, die ballen moeten nog beginnen te vallen. Dus weerstand is eigenlijk het gevolg van dat er iets gaat vallen. Want die gaat zo door die lucht heen. Hè? Zeg maar, die lucht die heeft een veel kleinere dichtheid. Die gaat zo opzij en die gaat daar boven. Dus die bal die wint van de dichtheid van de lucht. Nou, dan is hij een beetje aan het vallen. En dan zie je dus dat die luchtweerstand is afhankelijk van hoe snel ze gaan. Ze zijn aan het vallen, ze zijn niet sneller. En dan zie je dus dat die kracht, die weerstand die op het glas is, is even groot geworden als die weerstand of die zwaartekracht. Dan zit je dus in de eindsnelheid. Hij zal niet meer sneller gaan. En je ziet dat bij deze is de resulterende kracht nog steeds groter die kant op. Deze is nog steeds aan het versnellen. Sterker nog, hij is ook iets lager dan deze. Dat kwam omdat zijn resulterende kracht is groter dan deze resulterende kracht. Dus de versnelling hier is groter dan daar. Dus hij is ook iets verder. In de oppervlakte. En uiteindelijk zul je dit zien. Dat deze met zijn constante snelheid nu blijft doorgaan. En deze blijft net zo lang versnellen. Totdat deze weerstandkracht even groot is geworden als die. En dan gaat deze ook met een constante snelheid verder. Dus op deze manier kan ik dus, ik heb een video gezien van dat ze allerlei dingen naar beneden gingen flikkeren van een 50 meter hoge kraan. En dan gingen ze een matras gooien ten opzichte van een autoband. Of een stoof was het eigenlijk. Een stoof waar je eten op kookt. Wat? Een stoof heet zo'n ding. Of een gasfornuis. Gasfornuis beter wordt. Gasfornuis en een matras ging ze naar beneden gooien. 3, 2, 1, gasfornuis, boom! En dat matras dat ging zo'n beetje heen en weer. Licht en een groot oppervlak. En toen gingen ze zeg maar een auto naar beneden gooien en een autoband. En ongeveer dezelfde
Dan zijn we dezelfde dichtheid en frontaal oppervlak ten opzichte van een auto. En die twee dingen die vielen tegelijk neer uiteindelijk. Over 50 meter. Er is één dingetje waarvan ik weet, als ik hem loslaat, gaat hij niet naar beneden vallen. Dan gaat hij omhoog, dat is bijvoorbeeld die heliumballon. Maar dan is de resulterende kracht is omhoog. En dat heeft weer te maken met die verschillen in dichtheid. Nu gaan we rekenen. We gaan een rekensommetje maken. Bereken, dus de diameter in centimeter. En dan hebben we een vurenhouten bol. Dat is een bol, hij is van vurenhout. En dan gaan we daarmee rekenen. Dat ding heeft 80 gram aan massa. En ik wil die diameter hebben. Oké, nou, je weet dat ik dit altijd opschrijf van wat is mijn informatie, wat is precies de vraag. Heel belangrijk. Anders ga ik allemaal dingen doen die geen zin hebben. Welke formules kan ik uithalen uit die gegevens die ik heb? En de vraag. En uiteindelijk ga ik hier uitwerken zo. Oké, dit is de informatie. Ik heb massa van 80 gram, is 80 keer 10 tot de min derde kilogram. Altijd een kilogram werken, altijd. Dan heb ik een materiaal van vurenhout. Ik weet dat we iets aan het doen zijn met dichtheid en dergelijke, dus die zoek ik even op, is deze. En die zoek ik in BINAS 10. Oké, 8, 9 en 10 van de BINAS, die geef je over vaste materialen, geef je de dichtheid. Oké, wat moet ik hebben? De D, de diameter. En, let op een centimeter. Als je straks hier iets hebt gedaan, check eventjes wat de vraag ook alweer was. Heb ik hem helemaal in de juiste eenheid en dergelijke weer gegeven. Wat weet ik van diameter? Diameter is 2 keer straal. Als ik een rondje heb zo, dit is de diameter en de helft, het middelpunt, dat is de straal. Dan heb ik bij Pinas 36. Hè, Sanne, dat is die ene die jij wist, deze. Vroeg je net of je deze wist? En toen zei je niks, dus zwijgen is toestemming. Toch? Dit is het volume van een bol. Ik kan het doen hier blijven. Ja. En er was er nog eentje, dat was rho. De dichtheid is niks anders dan massa gedeeld door volume. En die moeten we eventjes om gaan schrijven. Want ik moet uiteindelijk iets met een volume hebben. Hier heb ik een formule van volume. Hier moet ik dus volume uit losmaken. Dus ga ik zo omschrijven. Volume is niks anders dan de massa gedeeld door de dichtheid. Want die heb ik. Ik heb mijn massa, ik heb mijn dichtheid, kan ik gewoon doen. En dat ga ik hier zo aan deze kant ga ik het zo uitwerken. Dus ik schrijf op. IV is de massa gedeeld door de rho. Dan zet ik die dingetjes erin. En dan krijg ik dit. Jee, want deze V die kan ik nu hierin zetten. Oké, ik ga hem nu op twee manieren doen. Hè? Dus als je denkt, oeh, dat is raar. Dan doe ik zo meteen een manier die iets rustiger is. Dit doe ik zo. En dan komt die. 3, 2, 1. Boom! Want ik heb gewoon deze dingen die hier aan de rechterkant staan, die heb ik gewoon zo, pats, hier aan de andere kant gezet. En het enige wat er gebeurd is dat die 4 die stond boven, die staat nu beneden, die pi stond boven, die staat nu beneden, die 3 die stond beneden, die staat nu boven. Waar is die R dan nu? Die heb ik gewoon laten staan. Dus hier heb ik 4 gedeeld door 3 pi en R tot de derde. Die heb ik als het ware zo hier vastgehouden en die andere die heb ik zo omgedraaid en daar neergezet. Oké, als je nu denkt, wow, freaky shit. Ik ga het je leren. Maar het kan natuurlijk anders, hè. Je kunt ook zeggen, ja, ho, dat doe ik niet. Ik doe gewoon dit zo even doorrekenen. 4 gedeeld door 3, dat is 1,333. Keer pi, keer 3,14, geef me deze waarde. Ah, nu heb ik twee getallen. Deze kan ik delen door die. En dat reken ik, of ik reken deze nu uit, of ik reken die uit, komt op precies hetzelfde neer. En dan kom ik hierop uit. Oké, dus nu moet ik die nog even tot de derde macht gaan wortelen. Speciaal knopje op de rekenmachine, die zit onder je normale wortel, moet je de shift knop of de inverse knop indrukken. En dan krijgen we de R is 0,032 en dan denken we, yeah, we zijn helemaal blij. Nee, we zijn niet blij, want we moeten even kijken, wat was de vraag. We moeten en de diameter en we moeten niet in meter gaan antwoorden, we moeten centimeter. Oké, dus, oh ja, die diameter is 2 keer wat ik hier had natuurlijk.
En dan heb ik hem nog steeds niet, want dat zijn meter. En dit is dan het juiste antwoord. 6,4. 6,4 centimeter. Dit is de manier hoe je hem aan zou moeten pakken. Yes? Zijn er mensen die zeggen van, oké, deze vind ik echt heel interessant. Die wil ik zo meteen even weten. Blijf even zitten. Volgens mij zijn we door de tijd heen. En het is tijd om nu lekker vakantie te gaan vieren. Vakantie te gaan vieren. We moeten leren. Oh, jullie gaan lekker leren. Leren is ook leuk. Leervakantie. Oh, hoe